jullie speciaal op letten dan? Vooral dat het bondig blijft als het over onszelf gaat. Ja. Van, hè, omdat dat is het enige dat ik mij op voorhand een beetje zorgen in maakt. Omdat, ja. We hebben al in de jury gezeten en we krijgen vaak reacties van kijkers. En heel veel mensen zeggen van ja, we vinden het wel leuk als jullie in de jury zitten. En mooi om naar te kijken. En mooi om naar te kijken. Maar je hebt alle twee de neiging om soms de zaken nogal omslachtig te vertellen. Dat je breedvoerig te zijn. Breedvoerig te zijn enzovoort. En dan, ja, dat mensen zeggen van, dat zijn dikwijls ook zaken die A, niet eens interessant zijn. B, veel korter kunnen vertaald worden. En C, die niet echt ergens naartoe gaan. En daar... Ze missen een pointe. Ze missen een pointe. Dat was, en daar hebben wij heel veel met elkaar over gebabbeld op voorhand. En toen zei Wim, die belde mij op een gegeven avond op. En hij zei tegen mij, ik heb een boek gevonden, gekocht eigenlijk in de boekenwinkel. Nee, niet in de boekenwinkel. Besteld. Ik besteld, heb het alleen nog maar besteld. Online besteld. Mm-hmm. Ja. Een boek online besteld. En dat is een fantastisch boek, dat kan ons heel hard helpen. En dat boek heet Hoe op een interessante en bondige manier anekdotes vertellen die ergens naartoe gaan. Ja. En Wim zei van, als we dat boek samen lezen, dat zou ons te goede komen voor als we in de jury moeten zitten. Ja. En ik zei direct van, ja, dat is goed, ik kom erom. En dan ben ik naar Wim gegaan om dat boek te gaan halen met de bus. Want de auto moest in onderhoud, 75.000 kilometer. En dan heeft Wim dat boek gegeven. Ja. En ik ben dat vergeten op de bus. Dat is de pointe. Ja. Dus we hebben het alle twee niet gelezen. Zijn jullie ooit op het nippertje aan een ramp ontsnapt? Ik niet, maar ik heb wel een onkel. Ja? Onkel Werner, die stond ooit op het dak van een brandend gebouw. Ja? Op de tweede of derde verdieping, ik weet niet. In elk geval, hij moest daar afspringen. Ja? En die heeft vlak voor hij de grond heeft geraakt een bijna doodervaring gehad. Ja? En vlak daarna was hij dood. Wat een mooi verhaal. Dank je. Ja. Bij mij doet die foto van Filip Muiters van dat Gyproc-plafond dat niet genoeg bevestigd was, doet mij heel hard terugdenken aan mijn kindertijd. Eigenlijk. Ja? Ja. Hoezo? Omdat ik als kind ook veel bevestiging nodig had. Dan kwam er Zapmama, ja. Goeie muziek. Marie Doon. Mooie muziek thuis, hè? Zapmama. Dat is heel mooi in zijn genre. In zijn genre. Wereldmuziek, hè? Ja. Ja. Hou je er niet zo van? Jawel. Maar het is wel echt een genre, bedoel ik. Ja, ja. Ja, vind jij het mooi, Jens? Ja. Je kent het niet. Nee, maar dan zeg je beter ja. Ja, ja. Ja. Misschien moet je dat even nog een keer doen. Ja. Hou je van Zapmama, Jens? Absoluut, ja. Ja. Buxus. Dus de jury is het eens met mijn beslissing? Ja. Ja, ja. Oké. Okay. Nee, wist jij het ook, Stijn? Dat is een beetje flauw om dat nu te zeggen, maar ik wist het eigenlijk ook. Je wist het ook? Ja. Ja, dat is een beetje flauw. Ik wist niet de naam van de rups, bijvoorbeeld. Maar jij ook niet, heb ik de indruk? Ah, de Buxusmot. Ah, de Buxusmot. De Buxusmot. Ja. Ik wist dat wel. Ik wist alleen niet de naam van het parkske. Dat wist ik niet. Tenminste, ik kende zelfs de persoon die daar fietst. Dat is Nadine Vermeulen. Ja, maar is ze zijn nieuwe schoenen aan? Ja. Nadientje, Nadientje, Nadine. Wel, ze had ooit gedacht dat ze nooit sportschoenen zou dragen. Ja. Maar ze zijn toch sport. Ja, Nadine ligt wel een keer. Nee. Ja, dus de teef. Precies. Drinken jullie wel eens een glas champagne? Zo om te vieren of zo? Te vieren vind ik wel vroeg, maar zo rond een uur of vijf. Goed. Wat was jullie favoriete speelgoed als kind? Boule de Berlin. Daar speel ik heel graag mee. Nee, wat was jullie favoriete speelgoed? Ik had geen favoriet speelgoed, maar ik weet wel veel over zebra's. Ja? Ik heb net een artikel over zebra's gelezen. En ik weet nu het antwoord op de vraag of een zebra een zwart paard is met witte strepen. Of een wit paard, dan wel een wit paard met zwarte strepen. Ja. Vraag die veel mensen zich vaak stellen. Ja. Het is een zwart paard met witte strepen. Want als foetus in de buik van de zebrapaardmama is het zwart. En daarna komen er witte strepen. Dus het is een zwart paard met witte strepen. Voilà. Volgende vraag. Hebben jullie een favoriet wapen, Jens? Een favoriet wapen? Ja, precies. Oh, dat is zo'n moeilijke keuze. Ja? Kruisraket. Kruisraket. Ja. En ook vernoemd naar het gebak, of het is een gebak vernoemd naar de kruisraket. Hè. Is dat zo? Ja, dat is echt waar. Dus dat is een soort van
eclair iets langer, maar ook nog eens met suikerbelegd en crème fraîche op het eind. De kruisraket. Dat is echt waar, Fuck? Ja, dat is echt waar. Het kruisraketje. Is om te sneukelen. Nee, hebben jullie ervan gehoord al van een kruisraket? Nee, maar ik ben wel benieuwd geworden van de kruisraket. Ja. En waar je dat kunt vinden. Ook. Ja. Bakker reageert bij ons in Torp. En wat is bij jou in Torp? Dat is Moon. Enfin, dat was het Moon. Ja. Moon, ja.